Geschiedenis, dames en heren, herhaalt zich soms. Ik weet nog dat ik aan de hand van mijn vader een keer op een orgelshow was. En dan zag je die geweldige instrumenten. En het is natuurlijk top als je daar zelf dan ook even achter mag. Een paar weken geleden stonden wij met een stand op de familiedagen in Hardenberg. En er komt een vader. Ik herkende dat natuurlijk van mijn eigen jonge jaren. Ik voel me soms nog wel jong, maar muziek houdt jong. En die zei, mag mijn jongen ook even spelen? En er zijn natuurlijk duizenden vaders trots op hun kind. En dat moet ook en dat mag ook. Maar ik vind het allerbelangrijkste dat er ook jonge lui zijn. Die de banier verder dragen. Zoals gezegd, muziek is wellicht een geschenk wat we van boven hebben gekregen, wat we ook weer mogen terugnemen naar boven. Dat is iets heel bijzonders. Maar goed, het gaat niet dat u mijn toespraakjes gaat horen. Ik heb een blad muziek meegenomen, zoals u ziet. Maar die vader, die had wel gelijk. En dat wil ik toch heel graag met u delen. Gert van Hoef uit Barneveld heeft daar voor ons even wat gespeeld. En mijn reactie en verrassing, die zal wel ongeveer hetzelfde zijn als die zo straks van u. Hij is 14 jaar en heeft nog geen jaar les. Misschien klinkt het beter, hij heeft net een half jaar les. Daar staat hij. En ontvang hem maar met een aanmoedigingsapplaus.
Ik zal u een bekentenis doen. Hij heeft 10 maanden les. En dat is de trotse vader. Dat mag toch ook gezegd worden.